Het is nog geen 7 uur vanmorgen of daar zijn de eerste deelnemers al. Na nog geen 10 uur onderweg, met een goede 20 man komen ze samen over de finish. We zijn de eerste en ik moet zeggen, het deed minder pijn dan andere jaren. Hè. Dus, maar we zijn om 7 uur toegekomen en dat was ook de bedoeling. Er zijn momenten dat dat echt bijten is en afzien. En allee, dat je denkt, waar ben ik mee bezig? Ik heb heel hard afgezien, maar ja, toch weer blij dat de finish bereikt is. Op dat moment zijn er nog duizenden deelnemers onderweg. Op verschillende plaatsen langs het parcours worden ze aangemoedigd. Ah, de beekse. Kom aan, dat gaat goed. Ja. En dat is soms nodig. Gaat het? Zo va. Doet pijn? Ja, ja. Succes. Merci, merci. Maar iedereen heeft dan een keer pijn, hè. Dat is normaal. Hè. Ja. We zijn goed bezig, hè? Wat, iedereen, ja. Dat... Iedereen is hier goed bezig. Iedereen. Kom aan, mannen. Nog even. Ik zeg altijd in de zetel zitten, dat is veel gemakkelijker. Hè. Dat is als je. De zon schijnt steeds feller en dat voelen ze. Er is 10 kilometer geleden mijn t-shirt afgegeven, dus het is pittig heet, ja. Het begint wel een beetje warm te worden, maar ça va. Het lukt nog. Het gaat wel snel, hè? Ja, hoe sneller ik wandel, hoe sneller ik binnen ben. Ik heb het warm. Ik heb het net gezegd bij het Berenfonds. Ik zeg, het is aardig warm, maar ja, we gaan door tot het betere einde. Het is doorzetten, op de tanden bijten om na 100 kilometer toch de finish te halen. Ja, meneer Tijdpijn, ik heb de laatste 4 uur echt afgezien. Overal, voeten, lezen, rug, onderrug, nek. Maar oké, blijven gaan. Ik heb net nog gezegd, nooit meer, maar ik ga mijn morgen terug inschrijven voor volgend jaar.